In ieder geval wenselijk dat er journalistiek is die echt snapt wat er gebeurt en daar ook de verschillende kanten van kan belichten. En ik zie, net als velen wel, dat, dat daar in ieder geval weinig tijd voor is en weinig ruimte meer voor is. We maken ons daar als hele raad denk ik wel, wel zorgen over. Maar het gaat niet alleen over wat gebeurt er in de raad. Het gaat ook over wat gebeurt er in de samenleving. Welke onderwerpen zijn belangrijk? Waar maken mensen zich druk over? Mm-hmm. En ook dat vraagt om tijd en diepgang. Ja. Kijk, als ik kijk hoe het tegenwoordig is. Het is enorm makkelijk geworden om van alles te publiceren. Vroeger lag de monopolie bij de gedrukte media. Dat is niet meer zo. Online kun je alles kwijt, direct, heel snel in je eigen woorden. Alleen daardoor hoor je alleen ja, de mening van degene die publiceert. En of wij dat nou zijn als bestuurders die het fantastische verhaal vertellen wat wij allemaal willen realiseren. Of aan de andere kant de inwoner die het ergens niet mee eens is. Het samenstel van voor's en tegen's van argumenten, ja, dat mis je vaak. En dat is jammer. En daardoor ontstaat er in mijn beleving ook vaak een sfeer van tegenstellingen. Van, het verhardt zich, het polariseert zich, we zijn het allemaal niet met elkaar eens. Terwijl mijn ervaring is, in 80-90% van de gevallen zijn we het wel met elkaar eens. Want ook Marieke en ik zijn het best heel vaak met elkaar eens, ja. En soms niet. En dan probeer je daar op basis van argumenten uit te komen. En dat mis je wel eens in het mediaplatform wat we tegenwoordig hebben. Helder. Maar het is altijd een kwestie van geld. Ik haalde mijn aftrap al aan. Waarvoor er geschreven moet worden, hoe compact er geschreven moet worden en hoeveel ruimte er is. Als we nou geld op mogen zetten, laten we zeggen een FTE'tje, zo'n 75.000 euro. Wat is dan wenselijk? Meer voorlichters? Oftewel, of gaan we zorgen dat we financieren dat de lokale journalisten onze samenleving kunnen berichten wat er zo gaande is in het gemeentehuis en in de samenleving. Want 75.000 euro zijn 500.000 woorden. Ik zou eigenlijk wel wat breder de afwegingen willen maken en ook de uitdaging samen met de samenleving en de journalisten aan willen gaan. Op welke manier je nou stappen vooruit gaat maken. Kijk, we hebben gekeken naar het model wat in Leiden gebeurt. Hè. Daar hebben ze op een hele mooie kost. In een hele mooie constructie een fonds klaargezet via een onafhankelijke commissie om daar lokale onderzoeksjournalistiek te stimuleren. Maar dan moet je ook wel even kijken naar de omvang van Leiden en hun regionale functie. En hun begroting is een veelvoud van dat van Woerden. Ik denk dat je ook een bepaalde, als je daar naartoe wil, naar een fonds, dan heb je ook een bepaalde substantie nodig. Mm-hmm. Maar we kunnen ook eens even wat creatiever kijken van hoe gebruiken we nou die nieuwe wereld? De nieuwe wereld van social media, andere manieren ook van informatie vergaren. Hè? Dus maar, de informatiebehoefte is ook anders. Nee, Marieke, maar Je kunt inderdaad, en daar zou ik eigenlijk wel voor zijn, een fonds maken waaruit kwaliteitsjournalistiek bedreven wordt. Maar het woord, de term nepnieuws, hadden we een paar jaar geleden nog niet. Maar als je ziet hoe groot de vlucht dat genomen heeft. En waar begint de niet vermoedende lezer, de niet vermoedende consument, te kijken van, ik wil weten hoe het in mijn gemeente eraan toe gaat. Hoe filtert hij of zij, nou, wat wij dan als kwaliteitsjournalistiek zouden willen omschrijven, van de mening van Jan, Piet of Klaas. Mm-hmm. Die net zo toegankelijk kan zijn. Helder, Jan. Marco? Kijk, uiteindelijk de boterhamvraag is, wat vinden we belangrijk als samenleving? Als je aan mensen vraagt, wat is het belangrijkste in je leven, zeggen ze vaak gezondheid. Nou, we geven heel veel geld uit aan gezondheidszorg. Nou, dat lijkt dan een logische combinatie te zijn. Nou, in deze, als je zegt, ja, ik vind vrije nieuwsgaring, inhoudelijk nieuws vind ik heel belangrijk. Nou, vroeger waren we blijkbaar bereid daarin te investeren. En nu denken we als consument, hey, het is allemaal maar gratis. Nou, gratis bestaat niet in deze wereld. Iemand betaalt de rekening.
En dat is denk ik wel een onderliggend probleem. En dan is volgens de vraag, ja, moet je daar als overheid inspringen? Vind je dan op een gegeven moment dat onderwerp zo belangrijk dat je zegt, ik ga daar zelf een actieve rol in spelen? Maar dat is tevens weer een gevaarlijke. Want uiteindelijk is een van de rollen van die journalistiek het controleren van diezelfde bestuurslagen. Ja. Dat is een kwestie van organisatie, maar dan kom ik toch even terug bij de vraag. Meer voorlichters hebben we nauwelijks vat op. Meer journalistiek is de tegenhang. En is dat nog in verhouding met elkaar? Oftewel, moeten we ons zorgen gaan maken met elkaar? Ik denk dat je daar echt een punt hebt. De communicatieafdelingen zijn wel bemenst. Hè? Je hebt het ook de afgelopen jaren gezien. Er waren twee journalisten die echt heel erg nauw betrokken waren bij het openbaar bestuur en daar ook mij niet altijd welgevallig stukjes over maakten. Maar dat hoort erbij. Dat is juist dat krachtenveld. Ja. Ik denk dat het ook bij de gemeente hoort dat je, net als heel veel partijen, je eigen beleid, daar sta je achter. Dus dat mag je ook verkopen. Ik vind alleen dat als je nu in Woerden het medialandschap bekijkt en dat in verhouding legt tot het openbaar tot de journalistiek en de voorlichting, dan is de mate van professionaliteit is uit balans. Nou, en dan ligt er een motie van de SP in de fractie Bakker, waar jullie het met elkaar in de raad over gehad hebben. Wat moet er dan volgens jullie met die motie gebeuren? Althans, met het onderwerp op zich, ik wil niet concreet een motie zetten, maar dat gaat wel helemaal over dit probleem. Ik denk dat je zowel hoort uit de woorden van Marieke als mijzelf, is dat we zien het probleem heel duidelijk liggen. We zien ook dat er geen hele eenvoudige oplossingen zijn. Nou, als je het even politiek maakt, in die motie wordt dat wel een klein beetje gesuggereerd. Het simpelste zou zijn, zie je op een of andere manier kans zo'n leidingsmodel in te richten en dan zou het ineens opgelost zijn. En daar geloof ik ook niet in. Onderzoek gedaan en er waren in totaal 9 variëteiten waar je eens naar kan kijken als je onderzoeksjournalistiek wil versterken. Ik ben gewoon niet bereid om nu op één te focussen. Ik zou dat echt breder willen zien. En ik vind zeker dat we daar begon ik eigenlijk al mee, dat we als politiek daar echt niet de wijsheid over in pacht hebben. Dat moeten we samen doen met mijn buurman, met Dennis, met andere actieve journalisten, maar ook met mensen die de social media platforms beheren en goed gebruiken. Want volgens mij kom je zo tot een modern en goed model. En of er geld voor nodig is, ik denk het eigenlijk wel. En hoe groot die pot is, daar ga ik echt mijn vingers nog niet aan branden voordat we dat gesprek breed hebben gevoerd. En laten we vooral onze inwoners er ook bij betrekken, want uiteindelijk doen we het voor hen. Ik snap, bepaalde mensen zijn heel gedreven om die journalistiek te doen, willen daar ook een boterham mee kunnen verdienen, allemaal heel valide. Maar uiteindelijk waar we het voor doen, dat is dezelfde reden waarom wij op de gemeentehuis zitten, is voor onze inwoners. Dus laten we die in ieder geval ook eens proberen te vragen wat zij er nou van vinden. Jan, wat denk je? Klinkt dat goed? Het klinkt allebei wel goed. De uitdaging is natuurlijk om te zorgen dat je iets krijgt waar behoefte aan bestaat. Aan de andere kant is er ook weer een gevaar van doordat, en het is niet om mezelf nog enigszins op de schouders te kloppen, want wij deden ook alleen maar wat wij dachten dat in die tijd goed was. Maar je ziet dat het idee van politieke journalistiek, het volgen van de politiek, langzaam is weggezakt. En als ik één parallel mag trekken met de verkiezingen die er nu aan zitten te komen. Ik heb een heleboel debatten gezien waar allerlei nationale kopstukken optreden. Ik hoor dingen over Europa en over wat meneer Trump al of niet goed doet. Maar we gaan straks kiezen voor de provincie of voor het waterschap. En ik heb nog geen mensen van het waterschap op de televisie of de radio gezien, gehoord. En nauwelijks provinciale politici. Dus denk ik van, probeer die behoefte ook bij de burger eerst maar eens een keer boven water te krijgen. Want ik heb het gevoel dat als je nu hier op de spreekmarkt 10 mensen gaat aanspreken van, goh, meneer, mevrouw, wat mist u nou in de plaatselijke kranten?
weet niet of 9 mensen dan zeggen van yes, ik mis de politiek. Nee. Ja Jan, en daarmee zitten we dan toch in het goede nieuws. Dat in ieder geval deze 2 raadsleden zeggen van nou, hier, dit moeten we niet binnen de raad houden, hier moeten we breder mee gaan. Nee, zeker. Dus dat, daar mogen we ons gelukkig in prijzen. Heren, dames, we zijn aan het eind van deze ronde gekomen. Ik dank jullie hartelijk voor je komst naar hier. En we zullen zien hoe dit zich verder ontwikkelt. Dankjewel. Thank you.